De Graafschap maakt eigenlijk een uitstekende indruk tegen eredivisionist ADO Den Haag. Maar door deze vrije trap van Bakker verliezen de Doetinchemmers toch met 1-0. Balende doelman Filip Petnarek. De Graafschap krijgt ook zeker kansen, zoals deze vrije trap van Mark Diemers. En ondanks de nederlaag wel degelijk reden tot tevredenheid. Nou, we zien hoe we dat voetballen doen. En vooral ook, we zijn deze week heel veel bezig geweest met het verdedigen, het druk zetten. Ja, we hebben eigenlijk geen kans weggegeven. Ja, met uitzondering van de laatste minuut, denk ik. Ja, je bent eigenlijk helemaal niet kwetsbaar. En natuurlijk krijgen we wel eens een keer zeepen door, dat weet ik wel. Maar ja, je hebt het zelf gezien, het staat gewoon goed. Nou ja, als je ziet vandaag je tegen een ADO Den Haag wat in de Eredivisie speelt. Al 2 weken verder is in de voorbereiding. Ja, als je dan eigenlijk toch grote delen van de wedstrijd het beter van het spel hebt. Betere kansen creëert. Ja, weet je, dan denk ik dat we wat dat betreft niet heel ontevreden mogen zijn. We hebben een hoop plezier, maar er wordt ook hard gewerkt. En ook rechtuit naar elkaar als er wat niet goed is. Dus niet eromheen draaien, man en paard noemen, klaar. Durf je ook al ambitie uit te spreken? Jawel. Ik probeer bij de eerste 5 te spelen. Hoe is het voor jou om toch ook gewoon terug te keren bij de club waar het ooit begon? Dat je nu echt weer Graafschapper bent? Nou ja, weet je, dat is gewoon weer lekker. Het gevoel om dat Graafschapshirt weer aan te trekken, dat blijft op een bepaalde manier toch speciaal. En dan zijn dit nog oefenwedstrijden, dus ja, weet je, dan is het natuurlijk helemaal afwachten dat je straks weer op een volle Vijverberg gaat voetballen. Maar ja, om het al zo, die eerste 2 weken is voor mij, is voor mezelf voelt het gewoon heel erg goed. Heel erg vertrouwd en ik ben heel erg blij om weer terug te zijn wat dat betreft.